speciaal gekocht ze pas. Het allersterkste kattenkruid wat er te krijgen is. Nou, laten we even kijken hoe mevrouw daarop reageert. Wat is dat? Ze vindt het vooral lekker. Ze is er niet high van, dat is gek. De vorige keer dat ze het kreeg wel. Toen was ze helemaal tot de botel. Het is wel zo, als ze het opeten, dan worden ze er rustig van. Als ze het snuiven, dan worden ze er high van. Dus dat zal het waarschijnlijk zijn. Ze zit het smakelijk te smikkelen. Ze vindt het wel lekker. En dit is speciaal, dat importeren ze uit Amerika. Het is de sterkste variant die ervan is. Het zou verboden moeten worden. Weet je? Dat effect is niet zo spectaculair als ik verwacht had hoor. Komt het van de camera erbij. Nou, wacht even. Er gaat wat komen, zo te zeggen. Sterk spul, hè? Kijk, het is stil. Dat is toch wel weer een teken dat ze er iets last van heeft. Wat is er met Tine? Wat gebeurt er? Ik zie dat het zo wat meer effect heeft. Nee, nog niet. Nou, de volgende keer als ik pak gegarandeerd gaat ze onderuit. Heb ik er geen camera bij. Dus tja. Het effect is een heel stuk minder dan ik verwacht had. Het is de enige dierenwinkel waar ze dit hebben volgens mij in de regio. Het is ook via internet nauwelijks te koop. Dus vandaar dat ik er langs gegaan was. Nou ja, ze vindt het wel fijn. Maar niet knock-out. En Martine, wat is dat nu? Heb je helemaal geen last van? Nee. Heel klein beetje. Nou, het is misschien ook het tijdstip, hè? Dus het tijdstip dat ze normaal slaapt. Ik snap niet dat ze in dat mandje ligt, want daar wil ze eigenlijk meestal een dekentje in hebben, maar die heb ik net gewassen. En het andere dekentje? Nou, dat is dus alweer heel smerig. Het ligt er een dag. Wat ze doet, is dat ze dus de natte eten aan het bekje heeft, en dan gaat ze dus onderuit liggen. En dan veegt ze de kindertje aan het kleed af, ja. Het is niet anders. Wat je nog meer? Er zit een bedel om nog meer. Wil je nog wat hebben? Oh, dit is wel lekker hè. Je vindt het wel heel fijn. Dit is echt een teken dat ze blij is als ze dit doet. Hé, kleintje. Zal ik nog wat voor je pakken? Ik had hem al dicht gedaan, dus dan moet ik die smartphone weer aan de kant leggen. Je bent echt blij hè. Leuk is dat. Nou, ik pak nog wat voor je. Wil je nog wat? Ik moet het op je vachtje doen, want anders zat het in het mandje. Dat zie je op een plek waar ze niet goed bij kan. Hier is het. Ik zit er helemaal onder. Ze zat echt zo te bedelen van, nou, ik wil nog meer, ik wil nog meer. Nou. Hé, kleintje. Ja, nee, ze reageert niet op de manier dat katten haai zijn ervan, dus. Nou, het is nu heel erg laat, een minuut later, ze zit weer te pedelen erom. Ah, strakjes met die, dat is straks wel. Kun je spelen? Nee. Het heeft vooral een rustgevend effect, anders is het zo dat veertje aan de gang gaat.
toch wel. Dat is kattenspeelgoed, hè? Niet zo bekend, maar ik vind dat heel leuk. Alles wat draadachtig is. Ja, dit springt dan ook nog, hè?